mevrouw. Mevrouw, u laat wat geld vallen. Hè? Gadverderrie. Dat heb ik weer. Hè. Alsjeblieft. Dank u wel. Wilt u zo vriendelijk zijn en het even terug in de zak doen? Ah, ja, natuurlijk. Heeft u nou een vuilniszak vol met papiergeld bij u? Ja. Dan moet ik toch even vragen, hoe komt u nou dat geld? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik heb een huis met een tuintje naast het voetbalstadion. En iedere zondag is het bal, hè? Want al die voetbalhooligans, die plassen allemaal door mijn heg, huppatee in mijn tuintje binnen. Ik denk, nu is de maat vol. Dit laat ik me niet meer gebeuren. En tegenwoordig sta ik iedere zondag met een heggenschaar achter mijn heg. En als ik dan zo'n plasser door mijn heg zie verschijnen, dan roep ik 20 euro of ik knip hem eraf. Ja, mevrouw, dat klinkt als een heel goed plan. Ja, fijne dag verder. Tot. Mevrouw, moet ik toch even vragen, wat zit er dan in die andere zak? Oh, ze betalen niet allemaal, hè.